Welkom bij Kunstbende. Stel maar uw vraag. Kan kunst de wereld redden? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, natuurlijk kan kunst de wereld redden. Ja. En waarom, Bavo? Ja. Omdat dat hier zo'n voorbeeld is waarom. Ik denk dat iedereen een eigen verhaal in kunst heeft en daardoor zichzelf een beetje kan redden ook. Anders zouden we niet meer kunnen discussiëren over kunst. Ik denk van niet. Ik denk niet dat kunst de wereld kan redden, maar kunst is wel het eerste wat gered wordt als de wereld ondergaat. Omdat... ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk van wel. Denk ik toch. Ja. Omdat dat zeer leuk is en zo in je droomwereld de wereld van zich afzetten. Hey, kunst is overal, het zit in alles. En aangezien dat alles daar zit ook de oplossing van het trend van de wereld in. Via kunst kun je eigenlijk van die wereldproblematiek weergeven en toch op een toffe manier en een keer de mensen hun ogen doen openen. Ik denk dat dans de wereld kan redden, omdat als iedereen zou dansen, zou de wereld veel mooier zijn. En als iedereen zou dansen, zou iedereen veel gelukkiger zijn. Ik denk dat kunst meer vreugde aan het leven kan wekken. Ik vind dat ook. Maar waarom vind je dat? Waarom ik dat vind? Het brengt kleur, het brengt emotie en gevoel. Ik vind dat ook. Ik denk het wel, want kunst brengt veel mensen samen, zo in musea's en zo. Kunst is iets universeels, het brengt mensen samen. Iedereen heeft verschillende smaken, maar er zijn zoveel verschillende varianten, zoveel vormen van kunst, dat voor iedereen er wel wat in zit en het kan iedereens leven mooier en beter maken. Dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat kunst mij kan redden.